Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. We zijn al vroeg wakker, de kleine zit hier ook. En ja, dat is zo, hè. Het gaat met kinderen. Dus het is niet. En er mag geen beeld, dus er is nog een probleem bij. We zijn nog niet aan het nagenieten. Ik ga straks maar eens kijken even zijn trui aan en een t-shirt aan doen. En dan ga je die straks even aandoen. En dan maken we daar nog een leuke foto van. En dan zetten we die op Facebook. Is dat goed? Hij mocht nog niet in beeld. Peter, doe eerst wel gefilmd. We gaan een... Hier staan we dan. Dat is het pad. Hier staan we wachten. Voor de bakken gaan. En hij staat hier ook. Wachten. Dus dat kan water bij doen. En dan komt het helemaal goed in. Ja. Het was wel leuk eigenlijk om te spelen. Ik vond het echt wel leuk om in bad te zitten. Nu zijn we bezig met de eten en zo te doen. Dus dat zijn we nu aan het doen. En van het schilderen. Dus Piet staat nu in de microgolf. Dus meneer is al bezig met zijn cadeautje. Wat hij gisteren gekregen heeft van haar. Dat zo en dan zo. Daar speelt hij nu nog steeds mee. Dus dat is wel leuk. Hij was rond een uur of vijf van nacht wakker. Ik ben natuurlijk niet gevlogd, want dat was zeker reis. En nu gaat het wel goed met hem. Hij is stil. Peter is toch allemaal moe hoor. Moet ik eerlijk toegeven. We moeten nog uit de barbecue kuisen. Dus we gaan kijken of we eens naar de eentje gaan kijken of die eentjes kindje hebben gekregen. En dan ga ik sowieso even naar de beenhouwer voor twee hamburgers te halen als dat mogelijk is om dat in datzelfde dingen te doen. Want hij moet natuurlijk om 5 uur naar de dokter. Niet met mij, maar met zijn mama. Dus het was even... Oh my god. Ja, kijk ja. Maar de mensen mogen dat niet zien. Ze mogen nu al niet zien in beeld. Ja, hij is echt zo in het teken van kik, kik. Maar ja... Mag het niet in beeld tonen, dus we zullen straks een filmpje van maken. Wat ik krijg dus te eten is dus kalkoen. Die heb ik al in stukjes gedaan, maar nog een stukje warm is. En de aardappelen staan nog in de microgolf, zodat ik het horen. We zijn mee bezig. En is daar dus te wachten tot wanneer je eten krijgt. Het arme schaap. Het arme schaap. Ik zit hier echt in zijn stoeltje te wachten. Ik ga proberen dat ik hem in beeld kan brengen. Gewoon wat er is. En hier zit hij dan. Te wachten. Zo, hij zit in zijn buggy en wij gaan nu vertrekken. We gaan nu naar de voordeur. Om ja, te vertrekken naar de beenhouwer natuurlijk. Hup, hup. Zo. Deur even openmaken. Zo. Voilà.
We gaan richting de Beenhouwer. Daar gaan we even wat eten halen en zo. Dus dat gaan wij doen. Dus dat zijn we nu van plan om te gaan halen met hem. Dus ja, het is gelukkig niet te koud. Het is nog rustig op de baan. Ik wist eigenlijk dat er zo weinig auto's zijn. Op zondag is dat hier altijd kei druk. En nu is dat echt, dat valt mee. Dan de scholen zijn er begonnen. En toch valt het echt wel mee. Er is bijna niks op straat te horen. Maar geluid, je moet dat horen. Maar ja, om 4 uur is dat altijd wel wat anders. Dan is het altijd wel wat meer geluid. En dat wel. Ja, anders valt dat wel goed mee eigenlijk. Vind ik. Ook eens aanlaten, hè. Hij zal alles al herkennen dat hij heel vaak zijn sokjes uitdoet. Dus dat hij heel vaak weet dat dat komt, maar dat is blijkbaar ook wel een kind. Ik denk dat al veel kinderen dat hebben van zijn leeftijd. Op de knop drukken. Zo. We zijn bij de Beenhouwer, zoals je kan zien. Dus we gaan het eens bestellen. En zo is juist zijn vlees aan het opeten. Zijn vleesje. Hij heeft dat gekregen van de Beenhouwer. Dat was echt zo. Broer, als kind kreeg dat ook altijd. Dat was altijd zo. Soms ging je daar ook al voor mee, denk ik, met de Beenhouwer. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gekregen. Ik alleszins wel. Nu gaan we eens kijken wat de eendjes al tientjes hebben. En dan kan ik dat doorzeggen tegen de juf. Dus we gaan eens kijken. We zijn niet zo ver van hier. En dan moeten we nog een barbecue kuisen. Dus we zijn nog wel even bezig. Maar dat is geen probleem. Dus we gaan eens kijken. Het is niet zo koud buiten. Dus hij heeft eigenlijk een beetje zijn trui aan. Ik ook. Trouwens, ik heb deze aan. Mensen kijken altijd als je zo'n camera vast hebt. Ik vind het zo speciaal. Vandaag gaan we weer naar de speeltuin, want hij moet op tijd terug met de dokter, dus hij is niet ziek, maar het is controle en dat is wel belangrijk natuurlijk. We zijn hier al in het mooie parkje. Het is niet groot, maar het is wel mooi. Zal ik eens aanlaten. Dit is een buurtje. Nu zitten ze de kwakers, de eendjes. Dan gaan we eens kijken, hè. Hier zitten ze dan, de eendjes. En ze hebben al kleintjes. Daar zie je ze zo wat. Daar hebben ze zo kleintjes.
Dus ik heb daarnet ook nog eventjes een barbecue gekuist. Het was een heel job eigenlijk op zich. Ik moest wel eventjes wat doen. En ik kom uit de kuisen. Ik heb hem even laten zien, want ik heb hem al weggezet. Zo, ik zal even aansteken. Dat je het goed ziet natuurlijk. Dus hier staat hij. Het is niet door mij gekocht, maar wel door de Kenny. Een broer. Dus hij ziet er blinkend uit. Dus ik vind het wel gelukt eigenlijk. Dus zie je niks meer. Dus dus dat is wel goed gegaan eigenlijk. Dat is wel even een beetje sukkelen. Maar dat is altijd wel een beetje. En er loopt ook nog ergens een konijn rond. Maar vraag me niet waar. Want die is niet naar binnen gegaan. Ik had hier net nog een muffin rondlopen. Er zit alleen maar een ander konijn daar. Dus zeer gek. Je ziet ook de putten die worden gegraven hier. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. De tuin. Hier zit ze dan. Muffin. Ik dacht even dat ze erin zat of zo. Je weet maar nooit natuurlijk. De tafel moet nog vrijgemaakt worden, maar dat gaan we wel doen. We gaan nu de kalkoen eruit halen, want we moeten gaan eten. Zo. Dus, oké. De kalkoen die ik gisteren nog gebakken heb. En de saus. Het is veel saus. Het ziet er nu geel uit, maar als het opwarmt, is dat er anders uit. En ja, ik ben wel een beetje moe van alle dingen. Er zeg wel, en zoals ik zei het in de live ook net al, hebben we er in de video's, was hier om 6 uur wakker, alleen 5 uur was hij wakker. 2 begon het eigenlijk al, maar dan dacht ik van ja, die gaan nog wel slapen, maar die heeft totaal niet geslapen en zo, dus niet leuk. Dus meestal een beetje vermoeid. Ik heb nog wat TikToks opgenomen. Ik heb eenzelfde TikTok opgenomen die ik vorig jaar rond maart opgenomen heb. Hoeveel views dat hij nu gaat hebben. En toen had hij toch wel 42 views van K. Dus ik ben eens benieuwd hoeveel dat die views dat hij nu gaat halen. Misschien haalt hij wel veel, misschien ook weinig. We zien het wel. Dat is een beetje de bedoeling natuurlijk. Hè. Ja, daarvoor doe je het ook vloggen. En ja, TikTok te kijken. Niet dat ik zo bezig ben eigenlijk met mijn... hoe moet ik het zeggen? Met de rest allemaal. Maar ik ben er wel mee... Dus ik ben wel mee bezig eigenlijk. Dus ik wel, het is genie. Zo echt zo half-half eigenlijk. Zullen we maar stellen. Dus vandaag moet er niks buiten volgens mij, dus dat is nu even de dag allemaal uit de bus halen. Ik vind het ook zo raar, alleen ja, eerst is de postbode geweest. En dan moet je nog het boekje eruit halen. Morgen moet ik nog gaan werken. Dus ik heb nog wat te doen eigenlijk. Ik denk dat ik de rest morgen ga doen. En ik heb ook nog trouwens, even laten zien. Ik heb ook nog 3 kaartjes gekocht. Die liggen namelijk hier. Dus de kaartjes die ik ga schrijven. Ik kan niet zeggen voor wie, want ja, moest het zijn dat ze die video zien, dan weten ze dat al en dan is het geen geheim meer. Dus daarmee dat ik besloten heb om dat nog niet te doen. Dus dat ga ik sowieso doen en een tekst bezinnen eigenlijk al, maar dat ga ik morgen allemaal verzinnen of straks nog. Dat ga ik al bekijken. Dus vond je het een leuke video, zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn